Goedemorgen beste kijkers, en we zijn er weer vroeg bij. Het is rond de middag, rond 12, en we gaan kijken naar het bowlingkampioenschappen van Harderwijk. Goedemiddag, Niels, dames en heren. Hartelijk welkom op de finale van de Harderwijk kampioenschappen. Pump up the jam, pump it up. Dan krijg je nu de gelegenheid om in te gooien. Ik wens je veel succes. Goedemorgen. Nou, in het nieuwe bowlingcentrum in Harderwijk, clubkampioenschappen van Harderwijk of kampioenschappen van Harderwijk? Harderwijkse kampioenschappen. Bowlen, is het een spelletje of is het een sport? Sport. Vanochtend worden de Harderwijkse kampioenschappen gespeeld. Ik bowl zelf al jaren niet meer, maar ik weet er nog wel iets van. Afgelopen maandag is er een voorronde gespeeld. Afgelopen donderdagavond ook nog. Daar zijn een 20 finalisten uitgekomen, als ik het goed zeg. Waaronder dames. En heren, dat is dus apart. En die spelen nu dus met z'n 20, met z'n 24 om de finale plekken. Bowlingbal, ja. Waar de toerist mee gooit en waar de wedstrijdspeler mee gooit. Wat is het verschil? De toerist, zeg maar, die gooit met een conventionele bal. Daar zit geen blok in de binnenkant. Van binnen is die helemaal rond als een bal. En als we dan, wij gooien eigenlijk met reactieve ballen. En dan is de kern totaal anders als de ballen die hier gewoon bij het bowlingcentrum liggen. En daarom gooien jullie met zo'n mooi boogje, zoals ik dat zie. Ja, precies. En daarom kunnen wij ook met zo'n mooie curve gooien. Maar daar is wel wat training voor nodig, denk ik. Ja, daar gaat toch wel een paar jaar training overheen. Dat klopt, ja. Jeugdbowlen, is dat een beetje in opmars in Harderwijk? Dat is weer in opmars. Gelukkig wel. En er wordt hier op zaterdagochtend wordt hier gebouwd met de jeugd. Onder begeleiding, met trainers en alles erop en eraan. En om de jeugd beter te krijgen qua bowlen. En daar wordt ook veel werving voor gedaan. En dat gaat de goede kant op. En bowlen, is het een sport? Is het een spelletje? Als je het echt wil doen, is het een sport. Want om bowlen te kunnen gaan doen, moet je erin investeren. En op het moment dat je erin gaat investeren, kun je betere scores halen. En dan is het een sport. En er komt betere scores door middel van meer uren maken? Ja, je moet meer uren maken, want op een bowlingbaan daar ligt een oliefilm op. En die oliefilm die verandert tijdens het bowlen. Dus dat moet je leren, hoe ga je daarmee om? Nou, er is maar één manier om daarmee om te leren gaan. Dat is uren maken en de baan leren lezen. Nou, mijn naam is Johan Schuurkamp, ik ben 24 jaar, ik bowl al 10 jaar. Ik doe het met veel plezier. Ik ga als het goed is vandaag mijn vierde Harderwijkse titel winnen. Ik moet zo naar de finale gooien, de halve finale ging perfect. En ik heb er alle vertrouwen in dat het in de finale goed gaat komen. Hoeveel uur maak je in de week om op dit niveau te komen? Nou, ongeveer gemiddeld 10 uur per week, laat maar zeggen. Dat is inclusief de competities. Maar vroeger, laat maar zeggen, gewoon echt op de jongere leeftijd was ik gewoon echt 7 dagen per week aan bowlen. Nou, straks ga je die finale spelen. Wat is jouw voorspelling? Durf je wat ervan te zeggen? Ga je voor die titel? Ik ga ervoor. Ik heb een grote voorsprong op dit moment op de nummer 2. En ik hoop dat ik die voorsprong zoveel mogelijk vol kan houden. Dus je kan al een plannetje maken. Joh, dit moet ik gooien om die titel binnen te slepen. Ja, gewoon een beetje de nummer 2 een beetje in de gaten houden als je niet te goed gaat gooien. En als je dat doet, gewoon proberen een tandje buiten te zetten. Maar gewoon op dit moment gewoon mijn eigen niveau, mijn eigen tempo blijven spelen. En als je dat doet, dan komt het goed. Ik heb vroeger op jeugdbowlen gezeten, wat ik toen heel leuk vond. Nu ook natuurlijk. En ik heb van mijn 6e tot mijn 14 of 15 op bowlen gezeten. Dus je weet wel een beetje de basis. En tegenwoordig gooi ik gewoon voor de lol. Ik heb hier ook gewoon meegenomen van ik zie hoe ver ik kom. En in principe ben ik voor mijn gevoel best ver gekomen, onverwachts ook. Dus het is leuk als je dat dan tegen je begeleiders mag gooien die jou hebben leren bowlen. En als jij ze dan mag verslaan, dan is het altijd wel een leuk gevoel. Dan heb je het ook goed gedaan voor mijn gevoel. Dus, ja. Ja, gaaf. En je broer haalt hier de titel weg. Ja, mijn broer is heel goed in bowlen. Die neemt ook iets serieuzer dan mij. En
ik vind het hartstikke leuk dat hij wint. Het is niet dat ik het gevoel heb dat ik van hem kan winnen. Dus in principe is hij degene die de nummer 1 moet pakken. Ja, natuurlijk wil je er wel zo dicht mogelijk bij je komen, maar ja, zo gooi ik als hem, dat gaat mij nooit lukken, helaas. Dus. Kampioen van Harderwijk, wat doet het met je? Nou, heel wat. Vooral omdat ik er ook niet wegkom. Ik kom eigenlijk uit Hoogveen. En daarom verbaast het me, want ik heb het net op 10 punten gewonnen. Dus. Is het je eerste titel? Nou, hier in Harderwijk sowieso, ja. Ja. Nou, gaaf. Ik vond het een eer om bij te zijn. We hebben stiekem de boel een beetje afgekeken hier. Bowlen leeft. Wij zijn erachter gekomen. Bowlen is een sport. Ja, zeker. Hoeveel tijd steek jij in het bowlen? 5 uur in de week of zo, denk ik zoiets, ja. Nou, hartstikke gaaf. Hey, heel veel succes. En Johan, jij ook heel veel succes. Dank u vriendelijk. En gaat je droom naleven op naar Amerika, hè? Gewoon goed. We gaan er weer vol tegenaan met de scores. De scores zijn weer goed, dus ik ga er weer voor. Oké, ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel. Goedemiddag. Ik mag u feliciteren. Uw zoon hebt de titel binnengehaald. Ja, geweldig. Hoe voelt dat? Ja, heel erg trots natuurlijk, ja. Het was natuurlijk heel erg, ja, in het begin van vanmorgen was het hartstikke spannend natuurlijk. Want het ging lopen, maar heb je zenuwachtig kunnen bedwingen en ja, het ging goed. Het resultaat is er. Met grote overmacht haalt hij de titel binnen? Ja, uit de zenuw was weg, had hij in één keer door dat hij kon winnen. En de zenuw was weg en het ging vertreffelijk zo. Ja. Nou, sta je hier naast de opa van Johan Schuurkamp, ja, kampioen van Harderwijk geworden. Dat klopt helemaal, ja. En dan wil ik toch weten, hoe voelt hij zich? Nou, heel vereerd natuurlijk. Het is mijn kleinzoon, die is nog naar mij genoemd, dus wat wil je nog meer? Zitten de bowlen in de genen van de familie? Ja, hebben ze van mij. Als je zo'n hand hebt, met zo'n pintje, kijk maar naar Johan's hand, dan zit je goed. Dan, dat is geregeld, dan krijg je punten Dat zat. Weet ik niet hoe ze dat regelen, maar het is wel zo. Ja, het komt van bovenaf, hè, zeggen we dan. Ik denk het, ja. Nou, ik heb de open gehad. En nou sta ik bij de moeder, kampioen van Harderwijk geworden bowlen. Nou, zegt u het maar. Ja, super, hoe voelt dat? Super trots ben ik op hem. Ja hoor, heel erg trots. Het was te verwachten al, hè? In het Rollands circuit, we hebben geen verstand van bowlen, maar zijn naam werd al genoemd. Ja, oké, maar je moet het nog wel waarmaken natuurlijk, hè? Ja, gaaf, hè? Ja, heel gaaf. Ik ben super trots, heel blij. En kijk naar de gemiddelde. Als ik hoor aan de kant, zeggen allemaal, wauw, wat een gemiddelde. Ja, dat is gewoon niet normaal. Nee, dat is echt een heel hoog gemiddelde. Ja, heel goed gedaan. Dus wij gaan hem straks nog op het nationale podium zien? Nou, laten we het hopen. Amerika, dat is zijn droom, hè? Zeker. En dan zeg ik, ga ervoor, ga die droom najagen en wie weet zien we hem straks terug. Nou, laten we het hopen. We gaan ervoor. Nou, kijkers, we waren er weer bij, HK13. Cameraman Christian Schaftenaar en ikzelf, Frits Panay. Ik vond het geweldig in het bowlingcentrum van Harderwijk. Het Harderwijkse bowlingkampioenschap. Tot de volgende keer.